Ja, goedemorgen. Het is eigenlijk al middag, maar dat hou ik verzwijgen. Ik begin vandaag mijn dag, eerst mijn hoofdje kaal scheren. Zoals jullie net zeiden, ik al even kort te doen, want het was nodig. Zeker voor als de babyfoto's komen, ze er een beetje clean uitzien. We gaan vandaag doen, we beginnen de dag met 1 protein omeletje. Dan hebben we nog een banana oatmeal, wat eigenlijk ook gewoon een soort van pudding is. Maar something alike. Voor de rest, ja. We gaan zometeen beginnen streamen. Zodat ik de voorbije week, vooral anderhalf week, iets minder heb gefilmd. Maar dat is eigenlijk omdat we de badkamer hebben gerenoveerd. En dat duurde allemaal wat langer dan gedacht. Ik had ook werk, ik had streams, ik had van alles. Dus ik heb iets minder gefilmd. Maar bij deze toch nog een kleine update. Hierachter. Achter die groene gyprok, dat is allemaal roze behang. Die hebben we allemaal afgetrokken. We hebben 1 grote douche nu geïnstalleerd van 1,20 meter op 90. Met uiteraard een regendouche. We hebben een nieuw kastje. We hebben een lekkere zachte bank. Ik weet niet wat het is. Ik kan er even niet opkomen. Een mooie kraan gekocht. Lekker spiegeltje daarbij. Kolomkastje. Waar dat alle handdoeken in komen. Uiteraard de kattenbak is nu verplaatst. En uiteraard de verzorgingstafel voor de baby. Dit is eigenlijk de kleine badkamer beneden. De bedoeling is eigenlijk dat we een grote badkamer boven gaan maken. Maar dat is nog niet voor direct. Dat is voor als de grote verbouwingen aankomen. Wat is er nog allemaal de bedoeling? Dus de badkamer moest nog vernieuwd worden. We zijn van plan om hier een deur van te maken. Een schuifdeur. Want die loopt eigenlijk naar de berging achter ons. Hier komt een keukeneiland, dat wordt binnenkort geïnstalleerd. Heel de keuken wordt geüpgrade. Dat wordt allemaal gewoon hout, een beetje. We hebben hier custom kasten laten bouwen. Die heb je een beetje in die stijl. Zie je? Bijvoorbeeld al mijn pottekjes voor de dieet. En de bedoeling is eigenlijk om in heel die stijl de keuken wat op te frissen. Alle kasten worden veranderd. Het wordt ook een paar centimeter hoger gemaakt. Dat boost die. Ongeveer zoiets. Loser. Omdat we nogal grote mensen zijn en het is niet zo handig anders. Dus alles wordt hier opgehoogd. Dan hier komt er een schuifraam in. Dit rare kantelraam is nogal weird. Hier komt een schuifraam in voor de katten. Dus dat wordt geüpgraded. Hier komt er ook een nieuwe plank. Het is nogal nasty, ook van de vorige eigenaars. Wat is er nog allemaal de bedoeling? Hier komt er een heel grote bekasting. Eigenlijk zo. Tot hier. Ook nog een volledige kast hier dan. En hier ook nog omkasting rond. Dus dat eigenlijk de chauffage niet meer zie, volledig in hout. Natuurlijk hebben we net de airco laten installeren. Hier komt nog een kleine upgrade van het park. Uiteraard mijn beertje als wacht erbij. Hier komt 1 groot schuifraam. Helemaal van beneden tot aan het plafond. Zo ongeveer dezelfde grootte, zodat we makkelijker naar de tuin kunnen. Zeker voor oude Lenko is dat nu een beetje een probleem. En zeker mijn beer ook met zijn operaties. Dan moet je altijd overspringen. Dat lijkt niet zo hoog, maar pak dat het toch een goede 30 centimeter is. En dat vinden ze nogal lastig. We zijn nu bezig met de tuin te fixen, want dat was nogal een oerwoud. En dat is helemaal dood van de zon. De bedoeling is dat er hier nog 1 lang hek komt. Daarachter komt de zwemvijver en dat we dit helemaal clean gaan houden. Dus daar zijn we nu allemaal mee bezig. En een zweefparasolletje erbij. Nog veel werk te doen. Lenko, heb jij de vloer volgeschieten? Hij weet van niks. Maar wie is dat dan allemaal? Ook het leven van een eigenaar. Wie is dat opgekuist? Nu de rest toch. Bree, courgette, salade, kip. Step 1. Dat maakt een koers. After dinner. Tijd voor de tweede stream. Dus bij deze gaan we starten. We gaan met Gilly. Brood, Thibaut en we weten nog niet wie de vijfde is, dus gaan we CS spelen. Het is even geleden, dus we zien wat dat is. Maar ik zie weer.
Oh, lekker gilet, jongen. Kom, ik ga je afzeggen. Kom. Go down, go down. Jezus. Allee, gilet, mogol. Iedereen, jongens? Ja. Jam, jam, jam. Honden eet klaarmaken. Beer. 2 bekertjes plus 1 blik terrine voor zijn dieet. 1 blik terrine voor de andere 2 te delen voor nat voer. Lexi krijgt 1 schep van Lenko voer, 1 schep van beervoer. En Lenko 3 scheppen van zijn nieuwe brokjes. Dus smullen. Hop, hop, hop. Hop, hop. Njom. Wachten. Wachten. Hé, wachten. Allee, ze. Voilà. Njom, njom, njom. Moet je eten? Ja. Njom, njom. Busje. Njom. Mini. Nico, kom eens hier. Zit. Zit. Nico, zit. Zit. Voilà. Ja. Zeg, niet opeten. Niet opeten. Dat meis. Voor Nico. Ik zie ook. Kom maar. Ja, nee. Hop. Wacht een beetje. Ja, Shunk. Hey Google, alle lichten uit. Prima, ik doe 12 lampen uit. Nog een bezoeker. Het is buusk. Het is buusk. Stap 2 van deze morgen is mushroom soup. Here we go. Let's go. Ontbijt. Vlaan, soep en koffie. Tijd voor de driedaagse wandeling van Biertje. Eerst in de tuin. Oh. Biertje. Biertje. Biertje wil lopen, maar mag niet. Het is waarom dat we de leiband aandoen. Nee, jongen. Wie is dat? Lexi! Knolselder. Snoepje. Nom nom nom. Een beetje. Stoomde kabeljauw met knolselder en prei. Stoompannetje. Knolselder. Knolselder. Is het warm? Nee. Nom nom nom. Gestoomd. Heeft je ook gestoomd? Grumpy Cat? Hm? Heb je gestoomd? Niet? Maar zo gelukkig. Alle vier zien het liepen. Is dat Poestie? Dat is gek, hè, hoor.
of... Ik heb niet zoveel tijd, jongen. En een koetje. Ik zie. High school fever. Lekker. Hoe is dat? Hoe is dat? Ik zie je. Mis dat meisje. Niet. Chucky monkey. Zeg, platte zat. Platte zat. Jammer genoeg een vrij eentonig pakket deze keer. Het is weer al een omeletje. En het is weer al een flensje. Dus bij deze gaan we deze lekker smullen. Enkeltje. Ziet u ze? Is het stress meer? Wie is daar? Wie is daar? Nou, doe maar eerst, jongens. Wie is dat, Lexi? Ken je nog niet echt, hè? Fok of? Ze is wel geïnteresseerd. Ja, ze was super enthousiast. Maar ik zei het, ze heeft wat te veel energie. Nu dat Beerke niet kan spelen. Waar spelen die zoveel, ja? Ja, elke dag. Zo regelmatig wel eens dat ze hem ging uitdagen. Dan even, en dan was ze toch kwijt. Is dit wat dichtbij? Oh! Net shot. Tjusten. Sven de wacht. Kom maar spelen. Spelen doe ze. Birken is er niet bij, hè? Niet hè? Pak ze. Pak ze. Ja. Right. De inspiratie was een beetje op vandaag. We zijn dus nog niet naar de winkel geweest. Dus we zijn nu aan het kijken wat er in de deep freeze zit. En dan gaan we daar zien wat ik daarmee kan maken. Voorlopig op de planning stond een... Een groente ding dat ik eens dubbel had gemaakt, hè? Met overschotjes en een chicken fillet voor daarbij. Dus tot zo.